Jo Banjo, het 82e NATO-criterium in Aalst lijkt mij een beetje hetzelfde als een 10 om te zien volksfeest. Ja, ik ben er altijd bij geweest. Van bij het begin. Was maar waar. Nee, ik vind het een fantastische prestatie om zo kort na een tour, en zoals op een podium met de twee toermeisjes, om zo kort na een tour een feestje te bouwen in Aalst, hier met onze goede vrienden Johnny en Veronique van Mika Toen. Mannen. We zijn erbij en we gaan ervan genieten. Een hele avond vol met coureurs, met oude bekende, met de Kurt natuurlijk, onze presentator. Feest in het hartje van deze prachtige stad Aalst. Wel, het is een ongelofelijke hoogdag, een sportieve hoogdag, maar ook een hoogdag voor ambiance. In Aalst wordt er echt gevierd en mensen zijn dol op dat natuurcriterium. Het is reeds voor de 82e keer en we zijn echt dol blij dat we de gastvrijheid van de stad kunnen aanbieden aan wielerminnend Aalst en Vlaanderen. Want er zijn toch heel wat supporters, ondanks het iets mindere weer dit jaar, toch blijft het koppen lopen en mensen genieten en dat is wat dat deugd doet. Hoe fijn was dat om de renners te zien door de tent rijden? Ja, dat is de eerste maal dat we dit doen. Dus elk criterium heeft ook nog iets nieuws. Ja, dat was heel goed, omdat dan eigenlijk ook elke afstand tussen de supporter, tussen de VIP die er is. Dit zijn echte VIPs natuurlijk. Want ze kunnen genieten van hun renners die zo dichtbij komen. Ik denk dat het publiek het enorm gesmaakt heeft. Hoe belangrijk en hoe fijn vind jij het natuurcriterium in Aalst? Wel, het is het eerste na de Ronde van Frankrijk. Hè. Moet het toch maar doen. Dat Aalst de eerste stad is na de grootste wielerwedstrijd van de wereld om het criterium te doen. En ik kom naar Aalst elk jaar. Maar ik kom maar op het einde naar deze plaats. Ik ben zo 2 uur bij de mensen in de straat. Een pint gaan drinken, een pint betalen, een goedendag zeggen. En de sfeer is fantastisch. En dan zegt men altijd, is het nu getruckeerd of is het niet getruckeerd? Ik denk van niet. Ik heb de indruk dat Nasus de Gent Vrome op het einde toch willen tonen wat ze kunnen. I'm doing great. It's a wonderful time being in Belgium for an extended period of time. Usually I have to go to a new country, I do my work and I just leave. But in Belgium now I can stay for 4 months and just absorb the beauty of Belgium. I'm very happy that you have here, and I will give you the word to my friend for your calendar dates.